Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering op mijn kanaal. Ik zat zo eens te denken van, weet je wat we misschien kunnen doen? Max Verstappen gaat dit weekend rijden. Ik denk, laten we ook even een rondje rijden. En dat doen we uiteraard ook gewoon met Max Verstappen zelf. Als het goed is reizen in Canada. Dus laten we die ook pakken, joh. Ja, 25% dus vind ik allemaal prima. Ik zeg doorgaan. Well, hello and welcome to a very special race here today. We have some marvelous machines down on the grid that in just a few moments will be accelerating up to some really high speeds indeed to compete for a prestigious Grand Prix victory. Het is gelukkig droog. We'll be seeing top speeds of around 210 miles an hour here at the Circuit Gilles Villeneuve with around Nou, dit is het two-thirds of circuit. the lap taken at Heel full veel rechte throttle. stukken. High speed chicanes spell potential danger, especially at the infamous Wall of Champions. And watch out for overtaking into the hairpin and the final chicane. Dit is de langzaamste bocht die je A net tough zag. race in store then for our drivers today. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. En Young we kijken waar we superstar starten. Max Verstappen starts from pole position, with Nummer Daniel 1. Ricciardo slotting in Prima. alongside. Looking down the rest of the Ik ben grid, niet we de beste starter hoor. Hamilton, Raikkonen, Dus ik zal denk ik wel ingehaald worden in het begin, maar ik moet zeggen, de Magnussen, start is wel Van kort. Dorn, Alonso, Dus misschien kan ik mijn plekje Carlos behouden. Sainz, Ocon, Grosjean. You've done well to put it on pole, but we've still got work to do. Try to cover the inside line off the start. Even kijken, we gaan gewoon voor een 1 stoppen. We kunnen altijd in de race nog aanpassen. Even ietsjes meer benzine erin. En dan... Oh, even kijken naar de setup. Ja, prima. Oké, nou, laten we starten. Zoals ik al zei, ik ben niet de beste in om het starten, maar... Formation lap is dit, hoor, dit. Even de banden warm maken. Kan je ook alvast zien hoe de baan eruit ziet. Ik speel niet heel vaak race spelletjes. Ik heb ook daarom die lijnen aan laten staan. Weet ik een beetje welke lijn ik moet rijden. Nou, zoals je hebt gehoord, komt er geen regen aan. Het is allemaal weer mooi. Ik ga even kijken of ik Ricciardo voorbij kan. Nou ja, hij komt zo wel bij de start. Hij moet in ieder geval tweede starten. Banden warm maken. Dat helpt, hè. Als je eventjes een beetje heen en weer gaat. Nou, dan rijdt hij automatisch naar de grid. Dan start ik links. Helemaal vooraan. Met de voorband precies op het gele strookje staan. Hier rechts onderin. The rest of the grid is forming up. Even kijken of ik die settings nog even iets omhoog kan gooien. Dat ik meer vermogen heb. Zodat ik wat sneller weg kan komen. Aangezien ik niet de beste ben met starten. Kijk. Wielspinning. Kijk, zie je, eerst allemaal in. Ik word zelfs al geraakt aan de achterkant. Dat is ook wel lekker dit allemaal. Bocht.
Vol gas erachteraan. En ik heb wel geleerd dat je een beetje geduld moet hebben met het spel, want ik wil vaak te snel inhalen, maar meestal komt er op een gegeven moment wel een keer een momentje dat je denkt van nu kan het. Gewoon kort erachter blijven. En vaak ook later remmen. Dat is ook een trucje. Ho, 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 ho. Op de baan blijven. Dus die hele langzame bocht. En vol gas. Dit stuk kan je gewoon vol gas nemen. Ricciardo heeft de beste tijd neergezet. Er zitten een aantal heel vlak achter me. Dat is een Ferrari, Vettel is dat. En even kijken of we wat agressiever door de bocht heen kunnen. Zodat we wat snelheid mee kunnen nemen. Nu heel dicht achter. Ik denk dat ik hem hier aan de binnenkant voorbij kan. Hij raakt me nog aan de achterkant, voel ik. Maar vol gas. En dan sta ik opeens op de eerste plek. Nou moet ik het vasthouden, want iemand zit achter me heel dicht. Een beetje in gevecht achter me, zoals je kan zien. En ik heb de snelste tijd neergezet. Deze hop en deze vol en door. Dit kun je ook allemaal vol gas doen. Dit stuk ook weer vol gas. Dus eigenlijk heel veel vol gas en af en toe eventjes naar rechts, naar links. Het is niet zo'n heel spectaculair circuit, vind ik. Even het menu kijken. Nou, hij geeft aan dat ik ongeveer bij rondje 7 ga wisselen van banden. Dus dan gaan we de pit in. Maar we zijn nu pas met het derde rondje bezig. We gaan nu bijna naar het vierde rondje. En weer het snelste rondje. Ik zie in ieder geval wel al dat, ik weet niet of dat al een tijdje is zo, maar in ieder geval Vettel is Ricciardo voorbij. Dus mijn teamgenoten zat nu derde. Nou heb ik ook niet het spel op het allermoeilijkste aan hoor, dus ik denk als ik hem wat harder had neergezet dat ik niet al op eerste stond. Oh, van mij heb ik een muur heel zachtjes geraakt. Je kan ook aan de rechterkant zien hoe het met de condities zijn van de banden bijvoorbeeld. Nou ja, ze zijn nog een beetje aan de groene kant, maar ze worden al geel, dus dat betekent dat de banden achteruit gaan. En dat betekent dat je straks weer moet wisselen. Maar zoals je kan zien, je kan ook de voorvleugel kapot rijden.
Nou, dan moet je ook naar binnen voor nieuwe vleugels. En uiteraard kan de motor ook kapot gaan. Maar dan is het wel einde verhaal hoor. Ho. Ja, gelukkig heb ik een beetje marge. Ze zitten niet heel dicht achter me. Hier rechts onderin kan je nu zien wat de temperaturen zijn. Als ik ga remmen, kijk, dan zie je de remmen naast de banden helemaal opkleuren. Want als je gaat remmen met zo'n snelheid, dan worden ze heel warm. Let maar op, gaat die ook weer gebeuren. En dan ga ik rijden en dan komt er weer veel wind op. En dan koelen ze weer af straks. Dan worden ze langzaam weer groen. Dat is de motor zelf, rechtsonder. We're leading our teammate by 4.9 seconds. Nou ja, af en toe hoor je zijn man praten. Dat is dan iemand die data doorgeeft. Die zit eigenlijk of aan de muur. Pitmuur heet dat. Meestal zitten ze aan de muur, maar ze kunnen ook binnen in de pitbox zelf zitten. In de garage, zeg maar. En daar ben je altijd mee in contact en daar overleg je dingen mee tijdens de race. Hij zal straks ook zeggen wanneer ik naar binnen moet voor nieuwe banden. En als we even gaan kijken. Kijk, zijn ze aardig geel aan het worden, dus het schiet al op. Oh, een beetje gras mee, dat is niet de bedoeling. Ik denk dat we hierna één rondje nog rijden en dat we daarna naar binnen gaan voor nieuwe banden. En daarna is de bedoeling dat we met die banden ook de race gaan uitrijden. Als je hier rechts in de muur rijdt, dat heet de Wall of Champions. Daar hebben we heel veel kampioenen. In het echt dan. Zijn daar in de muur gereden. Daarom hebben ze nu die muur gewoon een naam gegeven. De Wolf Champions. Een leuk beetje. Daar moest ik heel even zomaar rennen, anders ging ik zo de muur in. Dat was dan gelijk einde verhaal. Remember, box this lap. Keep an nou, zoals je hoort. Hij geeft aan dat ik nu de pit in moet. Pitbox. Voor nieuwe banden. En dat is eigenlijk op dit stuk gewoon helemaal rechtdoor. En dan rijden zo in. Je mag hier maar 80 km per uur rijden, maar dat doet hij allemaal automatisch dit. Nou, als je kan zien, achter me gaat Vettel er ook in. En dat is wel interessant, want wie is er nou sneller klaar? Moet ik nou weg kan? Kijk, ik zit daar nog voor. Dus prima. De rest blijft wel doorrijden. Dus ik kom sowieso achter hun terecht. Maar dat maakt niet uit, want hun moeten straks ook nieuwe banden krijgen. Dus dan gaan hun ook naar binnen en dan als het goed is... Als ik geen foutjes maak, zit ik straks weer voor ze. En misschien kan ik nu al iemand inhalen het rondje, maar... Voor mij rijdt Bottas, die zit in een Mercedes. Oh, er is hier iets gebeurd. Oh, Hulkenberg. Oh. Ja, dat krijg je soms wel eens. Dat zijn al achterblijvers. En die moet hiervoor laten.
En die rijden niet zo hard, ja, dan knal ik er wel eens wat tegenaan. Maar het vervelende is, mijn voorvleugel die is nou beschadigd, zoals je kan zien, rechts onderin. En dan heb je helemaal niet zoveel meer grip. Dus je hebt meer kans dat je weg kan glijden, omdat het nou niet helemaal meer in orde is, zeg maar. We gaan gewoon proberen om uit te rijden. Als het echt niet kan, dan kan je altijd naar binnen en dan krijg je een nieuwe vleugel. Nieuwe voorvleugel. Kijk, zoals je hier al ziet, die bochten gaan al wat stukken moeilijker. Maar zolang ik hierin voor kan blijven en in ieder geval op het podium kan eindigen, dat zou helemaal mooi zijn. Dan blijf ik gewoon rijden, hier ook weer. Ik zie wel dat Vettel heel dicht achter me aankomt. We zijn nu ook op de helft van de race. Nou, ik denk dat ik toch zo naar binnen moet. Voor een nieuwe vleugel. Gaan we dat even doorgeven. Kijk, kunnen we hier ook doorgeven, ja. Repair wings. En dan hopen dat het zo meteen goed gaat. Zo, ik krijg nog even een tikje van iemand. Hopen dat hij daar gestraft voor wordt, maar het zal wel niet. Gelijk een paar nieuwe banden eronder, want dan kan ik nog langer door blijven rijden. Nou, schiet maar op. Nou, kunnen we. Ik sta nog steeds zesde, maar zoals je kan zien op de map links onderin word ik wel ingehaald. Het zal negende worden, denk ik. Dus het wordt een zware klus om nu nog op het podium te komen, maar we gaan ons best doen. Onze auto is in ieder geval wel sneller dan wat er allemaal voor ons rijdt, dus dat is wel een voordeel. Deze remmen we gewoon uit. Nice move. Good job. Zijn we weer eentje dichterbij. Maar weet ik ook niet of die anderen nog naar binnen moeten voor nieuwe banden. Ik weet niet of ze dat al hebben gedaan. Want dan kom ik ook weer in de buurt natuurlijk. En wat nu ook een voordeel is, als ik straks 1 seconde achter de voorligger rijd, dus op dit moment is dat Magnussen. Oh, ik ben niet aan het opletten. Weer mijn volvleugel. Maar als ik dus 1 seconde achter hem rijd, dan mag ik hier straks, op de links zie je dat, linksonder, een groene vlakte. Dan kan ik een DRS gebruiken. Dat betekent dat de achtervleugel open kan. En dan kan ik nog even een paar kilometer per uur harden. Zodat ik weer dichterbij kan komen. Dus snij hem gewoon even af. Meestal krijg je de eerste keer een waarschuwing. Maar die heb ik niet gehad, dus perfect. Kijk, mijn voorvleugel is weer kapot, als je kan zien rechts onderin. Alleen dit keer is die dan gewoon geel. Dat is niet zo heel erg. Je zal het altijd wel voelen. Maar net als die oranje. Dus ja, dat is dan noodzakelijk om te gaan vervangen. Even kijken of we hem hier zomaar eruit kunnen rijden. Want als het goed is zit ik nou binnen een seconde, want ik zit echt dicht achter hem. Oh, klein tikkie. We komen hier op het rechte stuk en dan hoop ik dat ik de DRS aan kan zetten. Kijk, driehoekje. Als goed is rijd ik dan sowieso wel wat naar hem toe. Ik hoop dat ik hem nog in kan halen. Ik denk het net niet. Nee. Zie je dan een... Ho, ho. Oh, hier is nog een keer in DRS. Nou, hij gooit hem gewoon dicht. Ik heb even een stukje afgesneden. Ik hoop niet dat ik daar nog een straf straks voor krijg, maar... Nou, deze ronde ga ik hem wel inhalen. Let maar op. Hier misschien zelfs al.
target is plus 1. Faster engine modes are available. Oh, ik mag mijn motor opschroeven. Zo heet dat. Dan kan ik hem hierop zetten. Ga ik even wat sneller. Dan verbruikt hij zeg maar meer benzine. Oh, er is wat gebeurd hier. Kijk, kijk, kijk. Bottas is dat. Dan ben ik die alvast voorbij. Green flag. Zie je ook op de map links onderin dat het dan een gele zone wordt. En dat betekent dat je daar eigenlijk niet vol gas mag rijden. Omdat daar iets gebeurd is. Het kan zijn dat iemand bijvoorbeeld van de baan is afgegaan. Maar ja, zoals nu. Een crash kan ook. Het zou me verbazen als ik nog op het podium kan komen, maar... Wie weet, hè. Er is net ook iets gebeurd met een auto, dus... Hoop dat er voor me nog iets gebeurt. Oh, dit is een hele slechte bocht. Ik wil niet altijd zeggen als je dingen afsnijdt dat je dan ook echt sneller bent. Toch merk je wel dat iets met de voorvleugel aan de hand is, hoor. Okay, gap ahead is 10.1 seconds. Ja, dat is 10 seconden voor me. Ja, het gaat lastig worden. Ik rijd op dit moment eigenlijk een beetje een soort van niemandsland, want ze zitten vrij ver achter me en ook ver voor me. Beetje een eenzame race nu. We hebben nog van 5 rondjes ongeveer brandstof bij ons, zegt hij. Daar moet je ook altijd een beetje op letten, want je zet hem nu wel op... Op hoog, rechts onderin, door Rich. Maar dat betekent ook dat je brandstof sneller opgaat. Dus als je denkt van, ah, het gaat toch net niet lukken, die 5 ronden. Dan kan je hem weer terug naar standaard zetten. En dan verbruikt hij wat minder. Je kan hem zelfs ook opsparen. Dan zet je hem op de laatste stand, lean. En dan bespaart hij wat en dan kan je misschien later nog een keertje op het hoogste rijden. Maar ik probeer het nu eventjes zo, om dichterbij te komen. In first place. Okay, some information on Perez. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Ik heb wel het gevoel dat ik iets dichterbij kom, maar. Er zijn nu nog met deze bijna 4 rondjes. Ik denk dat ik het net niet ga redden. Of ik moet straks iets gaan proberen misschien. Dat ik dan, nou ja, dan is het ook de kans dat ik dan crash of zo. Ik rij nu wel het snelst van iedereen. Zie je rechts bovenin. Paarse sectors, links onderin op de baan zie je dat ook. Kijken of ik het snelste rondje heb gereden. Ja. Great work. That's a new fastest lap for the race. Kijk of dat vol kan houden. Nou, ik denk met deze bocht niet. Maar ze zijn wel in de buurt.
En ik hoef alleen maar die twee in te halen, dan sta ik op podium als het goed is. Dus. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix 2 soon. Oh, zie je, hoor dat? Ik moet nou weer terug naar mix 2. Omdat de benzine anders op is en dan kan ik niet meer finishen. Dat is aan de ene kant wel jammer, want nu heb je minder vermogen. Dus je kan minder snel rijden om bij de vorige, bij de mensen voor je te komen. Oh, deze bocht heb ik te laat geremd. Schiet je door. Dan zijn we weer bijna bij de finish. Er zijn nog maar 2 rondjes. Dus nu nog 2 rondjes. Zitten we heel dicht voor me nu. Maar om nu echt nog 2 in te halen in 2 rondjes, dat wordt lastig. Dan zou ik er nu eigenlijk eentje in moeten halen in deze ronde. En dan de volgende ronde eentje. Volgende. Stukje muur. Ook niet goed, hè? Ik denk dat ik net geen DRS heb. Nee, is net te ver weg. Ik kijk waarschijnlijk in de volgende ronde wel. Oh. Nou ja, waar ik nu tegenaan reed was dus de Wolf Champions. This is your final lap of the race. Laatste ronde van de race. Nou, we gaan in ieder geval proberen om vierde te worden. Dat zou wel mooi zijn. Kan misschien hier. Nee, hij gaat net iets harder weg. Oh, ik heb hier DRS. Dus mijn vleugel kan ook open. We gaan het gewoon proberen. Oh, 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 oh. Het is officieel niet goed wat ik nu doe, hoor. Ik weet niet of ik de straf voor krijg. Kan gebeuren, maar... Nee, misschien word ik zelfs nog ingehaald op dit stuk, want... Nou, ik denk dat ik het wel haal. Ja, vierde. Met hier en daar een keer een muurtje raken en een auto raken. Misschien toch nog dicht achter Hamilton. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Nou ja, vierde. Net geen podium, helaas. Maar ja, dit is eigenlijk een race in Canada. Ik hoop dat Max het dit weekend beter gaat doen. Het zou mooi zijn als hij podium heeft. Nou ja, toch zie je wel dat wel een teamgenoot wel de eerste plek heeft. Champagne spuiten. Lekker in het gezichtje. Nou, het is jammer dat ik daar niet sta. Maar ja, zoals ik al zei, ik hoop dat Max het in het echt wel beter gaat doen. Nou, bedankt voor het kijken en denk je van, dit vond ik echt een leuk filmpje. Duimpje omhoog. En abonneren zou ik zeggen. En dan zie ik jullie in de volgende video. That's it for today's Grand Prix. And from Ant and I, it's goodbye. And see you again next week.